Tweede kerstdag bij Omroep Zeeland. Fijn dat u kijkt. Het nieuws van deze tweede kerstdag in Zeeland. De Middelburgse wijk Douwendalen is op de vroege ochtend van tweede kerstdag opgeschrikt door meerdere autobranden. De eerste brand werd rond 5:30 ontdekt in een personenauto die stond geparkeerd aan de Buitenhovenlaan. Toen de brandweer klaar was met het blussen van de brand, kwam de tweede melding binnen van een autobrand even verderop aan de Meanderlaan. Daar brandde een auto ook volledig uit en raakte de auto zijn naast beschadigd. De politie gaat uit van brandstichting. Daarom gaan we daar ook verder onderzoek naar doen. Zo hebben we inmiddels al in de omgeving al een buurtonderzoek gehouden. Maar ik wil vooral ook mensen oproepen, mochten ze iets gehoord, iets gezien hebben vanochtend zo rond 5 en 6 uur in de wijk, om dat bij ons te melden. Een derde brand is mogelijk voorkomen. Bij een geparkeerde auto in de buurt werd een doek aangetroffen met een brandbare vloeistof erop. Op zondag een boosterprik halen. Sinds vandaag kan het in Goes, Middelburg, Vlissingen, Terneuzen en zoals hier in Zierikzee. De prik, die zit erin? Die zit erin, ja, heerlijk, de booster. Ja. U zegt heerlijk. Ja, ik vind het fijn om weer wat beter beschermd te zijn. Je weet toch niet wat er allemaal nog aankomt. De GGD verruimt haar openingstijden om de boostercampagne te versnellen. We gaan op zondagen open, we zijn met de feestdagen deels open. En we gaan ook de openingstijden per 1 januari gaan we de openingstijden nog verder uitbreiden. Dan zijn we van 's morgens 8 tot 's avonds 10 open. En nu is dat nog van 9 tot 's avonds 8. Dat nu ook de zondagen benut worden geeft volgens de GGD geen problemen. Mensen snappen de noodzaak. We hebben daar op heden geen enkele wanklank over gehoord. Geprikt worden op een koude zondagochtend maakt deze mensen niets uit. Een kou kan het sowieso goed hebben. En zeker voor dit soort zaken, we moeten het gewoon met z'n allen doen. Zo simpel is het. Willen we er vanaf komen, moeten we stappen zetten. Het is zondag. Ja, voor het eerst op zondag open. Hoe vindt u dat? Ja, perfect. Hartstikke goed. Zo hoort het ook te zijn. We zijn natuurlijk een beetje laat in dat land. Maar goed, laten we daar nu niet meer over hebben. En nu volle vaart. Huppakee. Hij zit erin. Ja, geen probleem hoor. Zo gepiept. En op zondag vroeg uit je bed om hier te komen? Ja, maar dat is niet erg. Dat hebben we er graag voor over. Voor 5 januari moet iedereen die volledig gevaccineerd is een boostervaccinatie aangeboden krijgen. Dat betekent voor GGD Zeeland dat er nog zo'n 200.000 prikken te gaan zijn. Tijdens deze coronagolf zijn sommige gehandicapte instellingen opnieuw genoodzaakt om de dagbesteding anders in te vullen. Zoals bij Tragel. Daar wordt nu thuis gewerkt. Door de oploop van de besmettingen hebben Tragel dus besloten om de samenkomst op de dagbesteding stop te zetten. En de dagbesteding te gaan verzorgen op de woningen zelf. Dus mijn collega's en ik, wij gaan naar de verschillende woningen toe en verzorgen daar ter plekke de dagbesteding. 'S morgens doen we lichte industriële werkzaamheden. Dus het inpakken van houtjes in zakjes, schroefjes en dergelijke verpakkingsmateriaal. Dus we maken pakketjes voor de meubelindustrie. En in de middag probeer ik altijd een buitenactiviteit te doen. Dat kan, zoals in dit geval, een wandeling naar de glasbak zijn. Ben! Goed zo, hey. Niet iedereen is blij met de situatie. Heel moeilijk vind ik het ook. Heel dagen thuis zitten en niks doen. Toch zijn er bewoners die het wel fijn vinden. Sommigen worden er rustig van. Ja, er zijn inderdaad cliënten die liever dagbesteding thuis hebben dan op het dagbestedingscentrum zelf. Maar als het aan deze twee, Ashton en Kees, ligt, wordt de situatie weer snel anders. Na 25 jaar gaat Rogier Veenstra zijn geliefde Middelburg verlaten. De voetbaltrainer verhuist naar Breda. De belangrijkste reden is mijn vriendin. Die is afgelopen augustus begonnen aan de officiersopleiding bij Defensie. Dat betekent dat ze intern in Breda zit. Tweede reden, ik aan het einde van het seizoen stop bij JVOZ en stop bij ASWH. En op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging. En, ja, het is denk ik niet voor iedereen een grote verrassing dat ik het liefst buiten Zeeland werk. En ik vind dat ik daardoor wat interessanter word voor clubs. Veenstra had gehoopt nu al wel een nieuwe uitdaging te hebben, maar die is er nog niet. Hij weet wel op welke kans hij wacht. Ik denk of assistent trainer bij een profclub waar ik zo'n danige klik heb met een hoofdtrainer. Dat ik echt de veldtrainer kan worden. Aan de andere kant zou ik heel graag, wat ik net al zei, in die mooie tweede divisie
Zou ik wel bij een club willen werken waar de mogelijkheden iets groter zijn. Waar automatisch ook de druk op een trainer wat groter wordt. Toch heeft Veenstra Zeeland als werkplek nog niet definitief doorgestreept. Ik kan wel een hele grote mond hebben en zeggen van ik wacht net zo lang totdat Erik ten Hag of Arne Slot mij belt. Alleen ik ben niet de persoon die zegt van dat Zeeuwse voetbal, dat station heb ik al lang gepasseerd. Het liefst tweede divisie, maar ja, op het moment dat er een andere club komt en dat ik na een gesprek naar huis rijd en dat ik denk van ja, misschien moet ik het hier gaan doen. Dan sluit ik dat zeker niet uit. De temperatuur ging maar langzaam omhoog en het ging vanmiddag van het zuidwesten uit ook wat regenen. Gladheid gaf het dus niet, maar het werd wel een nat en kil weerbeeld. Dat blijft nog eventjes, maar de regen trekt dan in de loop van de avond naar het noorden weg. Vannacht en morgenochtend blijft het bij een enkele bui en dan zijn er ook een paar opklaringen. De wind draait bij naar het zuidoosten tot het zuiden. De temperatuur wordt vannacht 5 tot 7 graden. Morgen is door het matige zuid- tot zuidoostenwind 6 tot 8 graden. Het is meestal bewolkt weer, met eerst dus een enkele bui. In de loop van de middag en morgenavond zijn er perioden met enige regen. En dan dinsdag tot en met donderdag. Dat zijn bewolkte dagen met flinke perioden met regen, weinig zon dus en vooral ook hoge temperaturen. Dinsdag wordt het 10 à 11 graden. En woensdag en donderdag moet je denken aan 12 à 13 graden als maximum temperatuur. Daarbij staat dan wel af en toe windkracht 6 tot 7 aan zee. Dus we gaan het jaar de komende week afsluiten met herfstachtig weer. En tot zover het nieuws van zondag 26 december. Gisteren is de Zeeuwse documentaireweek begonnen. En dat betekent dat u elke avond om 9:30 en 10:00 kunt kijken naar een Zeeuwse documentaire. Vanavond is dat een fantastisch portret van muzikant, kunstenaar en theatermaker Rob Maaskant. Fijne avond en tot morgen.